Zorgaanbieder ZorgPlus runt vanaf 1 april namens Montferrand de was- en strijkservice voor inwoners met een indicatie voor een wasvoorziening. Volgens wethouder Rut Meijnen zitten er alleen maar voordelen aan deze nieuwe werkwijze. Normaal gesproken is het zo dat mensen geïndiceerd zijn voor, ik zeg maar wat, een voorbeeld, hè, 2 uur huishoudelijke hulp. En als ze dan ook geïndiceerd zijn voor een wasvoorziening, dan kreeg die huishoudelijke hulp 1 uur om die was te verzorgen. Wat we nu gaan doen is de was niet meer bij mensen thuis verzorgen, maar de was wordt opgehaald en wordt keurig stevig gestreken en schoon weer teruggebracht. Dus dat uur voor die wasvoorziening vindt nou niet plaats thuis, maar wordt ergens anders uitgevoerd. Dat is efficiënter en daarmee goedkoper. De totale bezuinigingen moeten oplopen tot 6 ton. Volgens mij worden alle inwoners met een wasindicatie persoonlijk op de hoogte gebracht. Er ontstond sinds het nieuws naar buiten kwam de nodige onrust onder de inwoners. Onder meer op social media. Iets dat volgens de wethouder onvoorkomelijk, maar onnodig is. Dat mensen bezorgd zijn en dat ze onrustig zijn, dat begrijp ik volkomen, want er gaan dingen veranderen. En we kunnen niet altijd die onrust wegnemen. We kunnen alleen maar proberen het zo goed mogelijk uit te leggen. Wat we in ieder geval blijven voor zorgen, is dat de mensen een schoon en leefbaar huis houden. En dat voor die mensen die een wasindicatie hebben, daar blijft de was voor verzorgd. Dus wat dat betreft verandert er alleen in de werkwijze en in de organisatie verandert het. Maar de meeste mensen zullen zelfs hun eigen hulp blijven behouden. Dus als je geen wasvoorziening hebt, kan het goed zijn dat er gewoon helemaal niets verandert. Voor de mensen die een wasindicatie hebben, ja, daar verandert in ieder geval de organisatie van de was. Montferrand koos naar een uitvoerig onderzoek voor ZorgPlus als zorgaanbieder voor de was- en strijkservice. Zij verzorgen momenteel al 2/3 van de 670 mensen met huishoudelijke hulp. Hierdoor vervallen de werkzaamheden van andere zorgaanbieders in de gemeente. Maar volgens mij hoeven deze werknemers niet te vrezen voor hun baan. Wat de zorgaanbieder probeert te doen, is om zoveel mogelijk het personeel over te nemen. Daarnaast heb je natuurlijk wel te maken met mensen die gewoon als werknemer een persoonlijke keuze maken of ze dat wel of niet doen. Maar in principe is het in de markt, en dat hebben zorgaanbieders onderling ook met elkaar afgesproken, dat zoveel mogelijk de mensen wat overgenomen.